In het Nederlandse voetbal hoor je niet vaak verhalen over omkoping, geweld of doping. Historicus Gerrit Valk ging op zoek naar die schandalen en ontdekte een donkere zijde aan het Nederlandse voetbal. Hij schreef het boek In de schaduw van de bal, waarin al zijn bevindingen over voetbalschandalen zijn verzameld. Berichten over schandalen komen in bijna alle landen komen die voor. Daar is ook uitgebreid over geschreven. Alleen het lijkt dat alsof Nederland een soort eiland is in een boze oceaan en dat Nederland gevrijwaard is juist van dit soort dingen die absoluut het daglicht niet mogen verdragen. Ik denk dat wij in Nederland erg graag vooral de mooie kanten van het Nederland voetbal, van het voetbal willen zien en minder oog hebben voor ook de donkere kanten die aan deze bedrijfstak ongetwijfeld aankleven. Een paar voorbeelden zijn van dat ik toch denk dat ik aannemelijk heb gemaakt dat in de jaren 50, 60, 70, maar misschien ook wel later er wel wat is gebeurd op het gebied van omkoping. Nederlandse spelers hebben in een recente enquête van Voetbal International ook wel aangegeven dat er toch wel wat wedstrijden geweest waren waarin hen iets was opgevallen. Het onderzoeksbureau KPMG heeft gezegd dat in 2 à 3 wedstrijden per seizoenscompetitie er wel wat aan de hand zou kunnen zijn. Ja, en een ander smetje is toch ook wel dat, althans in het verleden, er toch ook wel sprake was geweest van meer dan incidenteel gebruik van doping in het voetbal. Er zijn heel weinig controles op dopinggebied, dat gaat overigens wel veranderen. Ik denk overigens dat in het huidige voetbal er wel is wat doping wordt gebruikt, maar dat het niet veel zal zijn. Want over het algemeen, je gaat er niet beter van voetballen. Nee. Je gaat er misschien harder van lopen, maar door middel van een goede training en een gezonde leefstijl kun je wat dat betreft hetzelfde gebruiken. En het is een stuk gezonder.